Hallo lieve mensen, daar zijn we weer. Nieuwe week, nieuwe kansen. Vandaag is maandag en ik ben bij twee supermarkten geweest. Ik heb natuurlijk eerst netjes gewerkt. Superleuk, maar ik ben ook echt moe. Maar in ieder geval, goed verhaal weer. We gaan beginnen. Bij de AP had ik in de persoonlijke bonus de biezensalades voor 1 euro de stuk. Dus ik heb tweemaal de farmersalade en tweemaal de koolsla. Dus jee voor mij. En ik heb een doosje eieren gehaald. En voor dit alles was ik 6,70 euro inclusief koopzegels kwijt. Dus dat is mooi. En ik ben bij de Boni geweest. Daar was ze optimaal in de aanbieding. 2 voor, wat was het, 2,50 volgens mij. Heb ik de framboos gehaald en de pitje aardbei. Dus daar kom ik ook alweer mee vooruit. En een pakje halfvol melk. Dit keer heb ik de juiste. Een meloen. Jam. Die is 1,50 volgens mij. Dit nog was ook in de aanbieding. Alleen dit waren de laatste twee stronken. Dus dat is dan wel weer een beetje zuur. Dus ik heb ze gepakt. Ik hoop dat ik er voldoende aan heb. Anders heb ik gewoon ook nog een klein beetje ijsbergsalade kan versnijden. Dus het moet goed komen. En ik heb deze gehaald, kruimige aardappelen, volgekookt, omdat ik een beetje lui ben. En als laatste, kaasschilworst. Ook deze was in de aanbieding, lekker voor het brood. Dus voor dit gedeelte was ik bij de Boni 8,50 euro kwijt. Ik heb mijn portemonnee netjes weer opgehaald van werk. Die mis ik van het weekend. Dus ik kan de boel weer lekker gaan rechttrekken. Maar dat komt helemaal goed. Hij is er in ieder geval weer en daar ben ik blij mee. In ieder geval, ik ga dus allemaal lekker opruimen en ik ga jullie zien. Doei doei! Dag lieve mensen, daar zijn we weer. Het is vandaag dinsdag. Gisteren ben ik vergeten mijn eten te filmen, maar gelukkig heb ik vandaag precies hetzelfde. Ik heb hier een rauwe witlofstampot. Ik had gelukkig toch precies voldoende aan twee van die grote stronken van de witlof. Hier heb ik mijn eiprutje natuurlijk doorheen, even kort samengehad, 4 gekookte eieren, 2 à 3 eetlepels mayonaise en een zakje tuinkruiden van Calvé. Lekker door elkaar mengen en gewoon even een paar flatjes hierbij op en dan gewoon lekker mengen met aardappels, witlof en jus. Super lekker. Hoe heet het? Kippen drumsticks? In ieder geval iets van kip en een bekertje melk. En ik had straks van mijn buurman of van de buren had ik een heel brood gekregen. Hadden ze het over van Too Good To Go die niet meer in de vriezer paste. Nou, bij mij komt het wel op hoor. Dus heel fijn dat ik een lekkere brood van de bakker heb in dat geval. Dus die ga ik met heel veel liefde opeten. En dan hoef ik deze week in ieder geval geen brood meer te halen. Dus jee, geldbesparing. In ieder geval ik ga eten voordat alles koud gesproken is. En ik zou zeggen tot de volgende. Doei doei! Hallo lieve mensen, daar zijn we weer. Het is woensdag, de week is weer de midden. Ik ben zojuist bij de appie geweest, even mijn boodschapjes gedaan. Als het goed is voor de rest van de week, dus jee. Ik ben wel ook nog druk bezig met voorraadboodschappen. Dat is het leuke dat ik geen auto meer heb, moet ik alles met de fiets doen. Dus dan is het toch al meerdere tripjes, maar dat maakt niet uit. Houdt me ook weer een beetje fit. In ieder geval, wat heb ik gehaald? 2 flessen spa fruit. Eenmaal de orange en eenmaal de cassis. Deze zijn mijn persoonlijke bonus. 2 voor 2,50. Heel misschien dat ik hier ook nog een voorraadje van ga halen. Moet ik even zien. Kijken hoe het met het budget gaat. Ik heb 2 maal Franse baguettes gehaald voor het weekend. Ik weet niet of ze allemaal opkomen. Maar ik heb liever te veel dan te weinig. Een grote bak witte champignons. Een bakje kastanjechampignons. En ook al had ik hier van de week wat van gehaald. Ik heb 1 bakje al verdeeld. Ik denk, dan ga ik die ook gelijk even bijvullen. Nu is het toch voor 1 euro is. Ja, dat is dan weer even zo'n knobbel in mijn hoofd. Dat ik van alles 2 moet hebben. Waarom? Geen idee. Ik kan er niks aan doen. Dan heb ik de mascarpone chili dip. En de warm gerookte forelsalade en een kaaspersendip. Deze 3 waren weer voor 3 voor 6 euro als het goed is. Dan heb ik nog een kruidenkaas. En voor de gekkigheid ook een kruidenboter gehaald, want ik ga soep maken. En dan vind ik het lekker om nog wel eens van die prutjes te doen. En zo weer even geleden. Dus tada!
Ik weet niet of ik de brie al gezegd had. Ik heb nog een preitje en een pakje gehakt, want ik ga even spieken. Dat ga ik ook alweer doen, mensen. Ik heb op het menu staan voor het weekend de Engelse ossenstaartsoep. Ik moest eigenlijk nog wat groen erbij hebben. Verse bieslook, maar dat, ja, ik doe wel gedroogde bieslook. ik ga deze de macaroni stroken nog proberen. Ik moest eigenlijk een of andere Provençaalse wokgroente hebben, maar die was er niet. Dus dan maar een prei en een grote bak spionnetjes. Dan komt het ook wel weer op. Dus ja, dat is dat. Alleen ik ben een bonnetje kwijt, maar gelukkig zat hij ook gewoon in mijn app. Voor dit alles was ik in totaal €25,30 kwijt van €2,20 koopzegels. Dus dit is dit. Ik ga de boel opruimen en dan ga ik zo even moed verzamelen om te koken. Tot de volgende. Doei doei. Hallo lieve mensen, daar zijn we weer. Het is vandaag woensdag en vandaag op het menu heb ik pasta met stroopwafelsaus. Volgens recept moet het met macaroni, maar ik heb lekker deze slingertjes pasta ervan vallen gebruikt. Want ja, waarom ook niet? Zou het niet minder om smaken. Ik heb natuurlijk een bekertje melk erbij en eventueel wat parmezaan. Dus ik ga lekker smullen en ik zou zeggen tot de volgende. Doei doei! Hallo lieve mensen, daar zijn we weer. Het is zaterdag, het is bijna 5 uur. Ik denk, ik ga lekker op tijd eten. Gisteren heb ik niet thuis gegeten, ik heb gezellig bij een vriendin gegeten. Het was heel vervelend natuurlijk. Maar in ieder geval, vandaag op het menu heb ik een Engelse ossenstaartsoep. Deze is van honig, die zat al een tijdje in mijn la na met de knipogen van Eet Mij. Dus gaan we nu lekker doen. Ik heb een stokbroodje afgebakken, deze heb ik vooraf ingesneden. En zoals ik voorheen nog wel steed en heel erg gemist heb, is om allemaal prutjes in huis te hebben. Dan heb ik hier de warm gerookte forelsalade, mascarpone chili dip. Ik heb hier een kruidenboter, een stuk brie, wat is het, pesto kaas en kruidenkaas. En het is lekker veel, maar het hoeft ook niet in één keer op. Ik heb natuurlijk ook toastjes en ik kan het ook voor lunch gebruiken, al die dingetjes. En morgenavond waarschijnlijk ook nog dit eten met en toastjes. En als er wat overblijft, dat blijft sowieso, heb ik nog lekker broodbeleg voor op brood voor komende week. Dus, ja, het is lekker veel. En ik heb dit echt gemist. Ik heb het vaker gedaan. Maar het is alweer een tijdje geleden. Dus ik ga hier heel erg van genieten, want ik heb hier zo ontzettend zin in. Gewoon lekker soep met brood en prutjes, daar word ik gelukkig van. In ieder geval, ik zou zeggen tot de volgende. Doei doei! Hallo lieve mensen, het is alweer zondagavond. Ik heb vanmiddag, qua lunch heb ik de soep gegeten met de stokbrood en prutjes. Op het moment niet zo heel veel zin in soep, dus ik houd voor nu lekker bij één baguette. Deze heb ik besmeerd met deze kruidenkaas en ik heb stukjes tomaat erop gedaan en hoe heet het, peper en zout. Deze eet ik zo nog wel even op. Dus ja, gewoon lekker simpel. Ik moet alleen nog een bekertje melk pakken en dan is dat het eigenlijk. Dus ik ga er een einde aan breien en ik wens je nog een hele fijne zondagavond en hopelijk tot volgende week. Doei doei!